De Stichting Economische Ontwikkeling, Rikanau-Mofo, heeft een groep masterstudenten van de Technische Universiteit uit Nederland benaderd om een onderzoek te doen naar wateroverlast te Rikanau-Mofo, een dorp in het district Marowijne. Afgelopen donderdag hebben ze de resultaten gepresenteerd. Zeespiegelstijging, klimaatverandering en de scheepvaart zijn genoemd als de oorzaak voor wateroverlast te Rikanau-Mofo. Klimaatverandering zorgt voor een verhoogde intensiteit van regenval, waardoor er in een korte tijd meer regen valt dan het gebied kan verwerken. De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gayadarsukul, heeft van 25 tot en met 29 september in Washington deelgenomen aan de 60th Directing Council of the Pan American Health Organization en de 75th session of the Regional Committee of WHIO for the Americas. Sukul vervulde hierbij de functie van vicepresident tijdens bovengenoemde meetings. Hij heeft daarbij middels interventies de standpunten van Suriname per resolutie kenbaar gemaakt. Suriname is sinds 29 september 1976 lid van de PAHO. Het ministerie van Sociale Zaken start op 2 oktober met de distributie van de Monikarta koopkrachtversterking in het district Wanica. De distributie eindigt op 6 oktober. Aanvragers die een sms-bericht van het ministerie hebben ontvangen, kunnen hun kaart met een geldig identiteitsbewijs ophalen op een van de distributielocaties. Cliënten van Paramaribo die hun Monikarta niet hebben opgehaald, kunnen zich ook begeven naar Wanica om dat daar alsnog te doen.